Vandaag is de dag van de zonnebril. Ja, je ziet, ik heb er geen op, want ik vind het belangrijk als ik mensen toespreek dat ze mijn ogen goed kunnen zien. Maar goed, in de auto heb ik wel regelmatig een zonnebril op. En dan vaker gepolariseerde zonnebril, zodat ik minder schittering heb van ruiten van andere auto's. Een zonnebril, ja, die heb je in allerlei verschillende soorten. Laten we die eens gaan tekenen, een zonnebril. Doe je mee? Ja, vandaag gaan we een zonnebril tekenen. Hoe ziet een zonnebril er nou ook weer uit? Ja, een zonnebril. Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Een glas. En aan de andere kant natuurlijk hetzelfde glas. En wil je dat hetzelfde houden, moet je altijd met die beginnen en dan die. En als je linkshandig bent, net andersom. Nou, daar mag een reflectie in het glas zitten. Zo. En dan maken we de rest zwart. Een zonnebril is of donker of heeft spiegelglazen. Nou, je ziet al dat ik weer een keer een nieuwe stift moet kopen. Want deze is al toch alweer zijn beste tijd gehad. Nou is het voor die zonnebril niet zo heel erg. Pak even een andere, kijken of dit beter is. Ah, kijk, dat is al beter. Het is al sneller zwart. Oh. Wel binnen de lijntjes kleuren, Maarten. Je ziet dat ik net uit ben geschoten. Ja, en dan een montuur er natuurlijk omheen. Pootjes aan zo'n bril. Nou, die loopt dan hierachter. Zo, en dan hebben we een zonnebril getekend. Het kan natuurlijk allerlei vormen hebben, zo'n bril. Je hebt ze ook maar ronde glazen. Weer die reflectie erin. Mag ik natuurlijk zo doen. En de andere kant het pootje. Ja. Natuurlijk ook hele gekke zonnebrillen, maar met een heel raar montuur. Ja, ga zelf eens kijken wat voor verschillende zonnebrillen zijn er eigenlijk. En probeer die eens na te tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!